De nieuwe honorair consul voor de Republiek Suriname in de staat Israël, Joseph Haim Harosh, heeft zijn benoemingsbrevet in ontvangst genomen. Dit gebeurde op 26 juni tijdens zijn beleefdheidsbezoek aan de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak Bigeli. Volgens de bewindsvrouw is het benoemen van een honorair consul onderdeel van het doen vertegenwoordigen van Suriname in het buitenland. De relatie tussen Suriname en Israël zal met de inzet van de honorair consul verder geïntensiveerd worden, laat het ministerie door het NII optekenen in een persbericht. De gebieden van samenwerking zijn landbouw, gezondheid, educatie, ICT, toerisme en veiligheid. Beide landen hebben reeds projecten in uitvoering. Genoemd kan worden de Anton de Kom Universiteit en de bouw van een auditorium met een grotere capaciteit. Het aanleggen van een industrieel park en greenhouses zijn ook in uitvoering. Harosh zal de mogelijkheden bekijken voor diepgaande culturele samenwerkingen tussen beide landen. Suriname en Israël onderhouden sinds februari 1976 diplomatieke betrekkingen.